Dallas, Texas. Thuis van de Cowboys, de Mavericks en de gelijknamige hitserie. Maar wat veel mensen niet weten is dat er hier in het verleden ook een Formule 1 race gehouden werd. Die race en alles eromheen wordt jaren later nog steeds gezien als een van de meest bizarre en chaotische races in de Formule 1-historie. Daar hebben de Amerikanen blijkbaar talent voor. Aangezien het Formule 1-circus dit weekend weer neerstrijkt in Texas, leek het me een goed idee om terug te kijken naar wat er toen allemaal in Dallas gebeurde. Beste kijkers! Dit is een flashback naar de Grand Prix van Dallas in 1984. Het is 8 juli 1984. De coureurs staan klaar en rode lampen gaan aan. Het zou alleen geen normale race worden en de coureurs wisten dit maar al te goed. Wat was er allemaal aan de hand? Aan de layout van het circuit lag het niet. De meeste coureurs waren tevreden, op wat kleine opmerkingen hier en daarna. Het grootste probleem kwam voort uit de tijd van het jaar. Het was hartje zomer, in Texas. Een van de warmste staten in de VS. Inderdaad, het was er heet. Bloedheet. Temperaturen over het hele weekend varieerden tussen de 35 en 40 graden. De wagens waren een soort rijdende waterkokers, maar met coureurs erin. Ach ja, coureurs zijn wel wat gewend. Het is misschien bloedheet, maar zolang de banen er niet onder leidt, is het geen probleem. Oh. De hoge temperaturen zorgden voor grote problemen met het asfalt. Op sommige momenten in het weekend was de baantemperatuur rond de 65 graden Celsius. Dit zorgde ervoor dat het asfalt begon te borrelen. En nee, niet zoals de gemiddelde werknemer op een vrij mibo. Maar de organisatie had een plan. Ze wilden de race om 11 uur ochtends starten om zo de Texaanse hitte voor te zijn. De coureurs waren het hiermee eens, om Jacques Lafitte na dan. Die vond het wel vroeg en die kwam met een pyjama op het circuit aan. Of 11 uur haalbaar zou zijn was ook nog de vraag. Er waren stukken asfalt compleet kapot gereden tijdens een Can-Am race op zaterdag en er werd de hele nacht gewerkt om het te repareren. Een graafmachine moest hele stukken asfalt opgraven. Het asfalt werd vervangen met beton. Dit duurde tot een half uur voor de race. een Sen en lm Pros zagen het niet zo zitten en besloten om een boycott te starten. Ze kregen alleen niemand mee en dus werd er gewoon gereest. Nigel Mansell begon op Paul voor teamgenoot Elio De Angelis, Derek Warwick en René Arnoux. Arnouk kreeg zijn wagen alleen niet gestart tijdens de formatieronde en moest achteraan beginnen. De lampen gingen uit en Menzel behield de leiding. Voor François Hasneau was de race binnen een ronde over. De Fransman werd hiermee wel een trendsetter in Dallas. Voorin hadden Warwick de Angelis in, die tijdelijk met een vijfcilinder reed in plaats van een zescilinder. Ondertussen had Eddie Cheever tijdens zijn eerste date de muur gekust, wat nooit een goed idee is. Ook voor Bellof was de race snel klaar. De Duitse werd gedisqualificeerd. Warwick zette in ronde 11 mensen onder druk, maar ook hij werd een slachtoffer van de slechte omstandigheden. Het lijstje uitvallers bleef maar groeien. Zo vond Ricardo Patrese in ronde 12 zijn Waterloo en Andrea de Cesaris in ronde 15. Hetzelfde geldt voor Hubert Rotengatter, die de pech had dat zijn wagen hem niet zo mocht en hem bedreigde in benzine. De oplossing? Het publiek inlopen en vragen om wat bekerswater om zijn edele delen te koelen. Welkom in de jaren 80. Ondertussen voerde KK Rosberg, die als achtste startte, zich bij de kop van het veld. Hetzelfde gold voor Arnoux. Een aantal rondes verder en de volgende uitvaller diende zich alweer aan. Johnny Chicotto en Patrick Tambay konden ook vroegtijdig de race beëindigen, al voelde dat waarschijnlijk niet eens aan als een straf. Vervolgens was het een aantal rondes gek genoeg rustig op de baan. Mensel reed nog steeds op kop, maar zijn banden gingen wel snel aan door de hoge temperaturen. In ronde 35 was het dan zover. Mensel verloor de leiding aan Rosberg. Drie rondes later en drie verloren plekken later kwam de Brit eindelijk naar binnen voor nieuw rubber om te pijnigen. Ondertussen kwam ook Nelson Piquet goed naar voren gereden. Tot ronde 45, toen ik hij de muur van iets te dichtbij wilde zien. Jonathan Palmer zag zijn kapotte auto en dacht, ach, waarom ik niet. Van de 25 gestarte coureurs waren er nog 14 over. Een ronde later waren het er nog 13. Senna reed zijn wiel kapot aan een muur die volgens hem dichter op het circuit stond dan eerst. Wat een onzin, hè? Net als dat de muren kunnen bewegen. Hm? Wat bedoel je? Is het ook dichter op het circuit? Serieus? Oké. Okay. Nou mensen, Senna had gelijk. De muur was inderdaad een halve centimeter verschoven door een eerdere crash. Gebeurde er dan nog iets anders dan crashen de coureurs? Zeker. In ronde 48 nam Prost de leiding over van Rosberg... De Fransman verdween vervolgens als sneeuw voor de brandende Texaanse zon en leek met twee vingers in de neus te gaan winnen. Het enige wat hem nog kon tegenhouden was een crash. Oh, kom op. Nadat ik post uit de race lag, waren er nog negen creurs over. Rosberg kon het allemaal niet schelen. Hij hield zijn hoofd koel cool en zag als eerste het zwart-wit geblokt. Achter hem kwam René Renaud als tweede over de lijn. Elio De Angelis rond het podium af. Wie niet koel cool wist te blijven in de brandende hitte was Nigel Mansell. Zijn auto viel vlak voor de finish stil en de Brit wilde koste wat kost over de finish komen. Dus hij stapte uit en begon de auto richting de streep te duwen. De hitte en vermoeidheid werden hem te veel, en vlak voor de streep stortte hij ten te aarde. Nader is wel duidelijk waarom Rosberg zo koel cool bleef onder de omstandigheden. Letterlijk. De Fin bleek een watergekoelde helm te hebben. Iets wat daarvoor alleen in Nescar gebruikt werd. Uiteindelijk werden er van de 26 wagens R8 geclassificeerd en kwamen er 7 over de streep. Het afbrokkelende asfalt had hier een belangrijke bijdrage aan. De FIA was duidelijk niet gecharmeerd van alles wat er dat weekend gebeurde. Dallas zou tot 1988 een contract hebben om op de kalender te blijven, maar een tweede Grand Prix van Dallas zou er nooit meer komen. De race werd vervangen door de Grand Prix van Australië in 1985. De typische hitte die in Texas voorkomt in de zomer werd uiteindelijk de grootste vijand van de Formule 1 en de organisatoren. Het heeft er wel voor gezorgd dat de Grand Prix van Dallas een van de meer memorabele Grand Prix aller alle tijden is, al is het om de verkeerde redenen. Nu is het afwachten of de Texaanse hitte ook in Austin vat krijgt op de Formule 1. Wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te liken en abonneren. Heb je nog suggesties voor video-ideeën? Laat ze achter in de comments. Zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.